Iedereen heeft al wel eens een glas whisky gedronken, maar hoe wordt deze spirit nu precies gemaakt? Whisky wordt gemaakt van graan. We kunnen whisky onderverdelen in twee grote families, de malt whisky en de graanwhisky. Het productieproces van deze twee soorten verschilt sterk en is afhankelijk van producent tot producent. Voor malt whisky wordt enkel gerst gebruikt. Dit is nog steeds een ambachtelijk, artisanaal proces. Wist je dat sommige distilleerderijen de korrels nog handmatig met een houten spade omkeren? Eerst wordt de gerst in weekbakken geladen en nat gemaakt. Dit is het weekproces. Daarna worden de korrels uitgespreid op een weekvloer en kan het kiemproces beginnen waarbij uit de gerstkorrel een plantje groeit. De gerst wordt regelmatig omgekeerd zodat de kiem niet te groot zou worden, want dan gaat een deel van de suikers verloren. Bij het groeien van het plantje worden ook enzymen gevormd. Deze spelen een sleutelrol bij de omzetting naar alcohol. Na een week hebben we gekiemde gerst, die de naam Green Malt krijgt. Om het kiemproces te stoppen, moet men het water uit de green malt halen. Dat gebeurt op de droogvloer, ook wel kiln genoemd. Door stoomplaten of pijpen in de vloer laat men de gerst op de vereiste temperatuur komen. Deze dampen worden naar buiten geleid via een schouw en na ongeveer 75 uur ontstaat de malt. Temperatuurbeheersing is hier erg belangrijk, want een te hoge temperatuur maakt de enzymen inactief. Daarna worden de moutkorrels boven een vuur of met hete lucht gedroogd. Omdat de rookgeur tot diep in de korrels dringt, heeft dit een grote impact op de uiteindelijke smaak van de whisky. Denk aan een typische turfsmaak. Na een rustperiode, die wisselt van enkele weken tot enkele maanden, wordt de mout tot grove bloem of grist gemalen. De mout passeert door drie grote pletwalsen. Via een transportband belandt de grove bloem in de gristben, die zich boven de mengkuip bevindt, mash tun. Het overschot wordt gebruikt als veevoeder. Bij het mashen wordt water uit de heetwaterketels met de bloem samengebracht. Hierbij komen alle suikers vrij die dan naar de washback gaan. Hier kan het gistproces van start gaan door gist toe te voegen aan de zoete brei. De gistcellen zetten de suikers om in alcohol en koolzuur. Whisky wordt gedistilleerd in een pot stil. Stils kunnen verschillen van vorm, maar zijn altijd van koper gemaakt. De massa wordt hier tot 80 graden verwarmd. Niet toevallig, want 80 graden is het kookpunt van alcohol. Deze alcoholdampen gaan vervolgens via de nek van de stil over naar een koelere ruimte en worden daar opnieuw vloeibaar. Er ontstaat een spirit die nog eens wordt gedistilleerd tot een sterkte van ongeveer 70%. Niet alle alcohol wordt gebruikt. Het bruikbare gedeelte wordt naar 70 tot 63% verdund en vervolgens in vaten gegoten. Pas bij het bottelen krijgt de whisky zijn uiteindelijke sterkte. Na het distillatieproces is het tijd om de nieuwe spirit in eikenhouten vaten te laten rijpen. Om de naam whisky te mogen gebruiken, moet er een rijpingsperiode van 3 jaar zijn. Een goede whisky kan zelfs tot 50 jaar rijpen. Ook de soort en de grootte van het vat hebben een invloed op de smaak. Na de rijpingsperiode wordt de whisky gehuwd in speciaal gemaakte tonnen. De leeftijdsaanduiding op het etiket van de whisky is altijd die van de jongste aanwezige whisky. Na het huwen kan de whisky gebotteld worden. Hiervoor wordt de whisky verdund naar het gewenste alcoholpercentage. Het verdunnen gebeurt met water. We spreken van graanwhisky wanneer er verschillende graansoorten worden verwerkt. Deze heeft een meer geautomatiseerd productieproces, waardoor er meer massaproductie is. Wist je dat de whiskysector alleen al in Schotland 75.000 mensen te werk stelt? Jaarlijks worden er dan ook 1 miljard flessen verkocht. Als de whisky klaar is, wordt hij gebotteld, waarna de flessen in de delijzenwinkels terechtkomen. Daar wachten ze op u om geopend te worden voor een goede borrel. Santé!